Sommige mossen hebben al genoeg aan een scheur in het asfalt van een fietspad. En op die manier hebben ze ook geen last van fietsers en wandelaars. Als je goed kijkt, zie je tussen de straatstenen ook mos groeien. Maar om dat te zien, moeten we misschien even uitstappen. Kijk wel uit voor het verkeer. Je moet maar durven als mos, maar blijkbaar heeft hij het naar zijn zin. In de berm kun je wat meer op je gemak naar mossen kijken. Gewoon op de knieën en goed kijken tussen de eikels en de grassen. Mossen lijken heel veel op elkaar, maar als je er de tijd voor neemt, ga je toch echt wel verschillen zien. Kijk vooral of het mos rechtop staat of juist tegen de grond gedrukt ligt, kijk naar de vorm van de blaadjes en let op de vertakking van de stengel. Er valt veel te ontdekken en te leren als je aan mossen begint, maar pas op, het is wel een beetje verslavend. In Nederland groeit zijdelings platgeslagen Sinterklaasmutsenmos. Hé, een mossenboek. Een goed idee voor Sint.